Isabin, de afgelopen 5 jaar, tenminste bij de vorige regering, Boutersche Adin, heeft het volk de regering gezegend met 26 miljard aan belasting en niet-belastinginkomsten. Voor tja-ontwikkeling kom, voor kenkisranang, voor sorbuki gezondheidszorg, voor sorbuki onderwijs, voor sorbuki infrastructuur. En als ik u zeg dat we het toen nog lang niet zo slecht hadden als vandaag, bent u het eens met me? In een periode waar de goudprijs was gedaald, waar de aardolieprijs was gedaald, PA, kondre ben de dege dege. Alles aan die bobos, als er geen sprake was van goed leiderschap, hebben we het gered met 26 miljard. Maar dan is het volk gaan kiezen. En het volk heeft gekozen voor de regering Santokki, Brunswijk. En het volk heeft de regering Santokki Brunswijk gezegend met geld. Gezegend met geld, omdat altijd een regering die ze bij Kona volk en bij Sora volk dat de staatskas bij Legi, Legi volk. En de eerste 6 maanden vanaf dat ze aan de macht waren, dat was 16 juli 2020, Gomit. Eind december 2020 hebben ze direct de government take verhoogd en ze hebben de koers gedevalueerd van 7,52 gomit 14 SRD en 30 cent voor de US dollar. Vanaf dat moment, elke keer, is deze regering in de Nationale Assemblée gegaan om geld te vragen van de Nationale Assemblée, om geld te halen van het volk. Door het verhogen van de loonbelasting, door het verhogen van de inkomstenbelasting, 2 keer verhogen van de omzetbelasting, door het afschaffen van subsidie, door het afschaffen van ondersteuning aan ondernemers, door het intrekken van basiskaarten. Ik kan zo doorgaan. U weet hoe uw leven is verslechterd, maar het volk heeft elke keer deze corruptiefaciliterende regering gezegend met geld. En tot eind december 2023 heeft het volk de regering Boutersche Santokki met 78 miljard SRD gezegend. Dan nog. Santokki Brunswijk. Sambetaiki. Mikado. Jullie mogen me straffen voor die fout er. Jullie mogen me straffen voor die fout. Maar het volk heeft de regering gezegend, deze regering gezegend, met 78 miljard. En gelooft u mij, tot eind van dit jaar gaan ze meer dan 100 miljard van het volk halen. Maar de Matjara ontwikkeling komt. De Matjara niet komt. Wel, wat ze gedaan hebben, ga ik sterk aan u uitleggen. Maar dit is wat ze gedaan hebben. En elke keer gaan ze bij het volk en dan zeggen ze aan het volk: oh, jullie zijn in ellende, no? Maar het is de vorige regering. Maar jij bent elke keer naar het volk gegaan om meer geld van het volk te vragen. En voor taiga volk, moset asani kong, if you give a money, you kiss a money, maar you no set asan kong. Wel, dan hadden ze ons beschuldigd dat we te veel gingen lenen, voorzitter. In een periode waar we niets konden verdienen uit goud en olie, hebben ze ons beschuldigd dat we te veel gingen lenen. Maar check een staatsschuld. Mag ik de volgende slide? Check een staatsschuld. Met een staatsschuld bij de regering Boutersche. En dit is met die 6 maanden hoor, van de regering Santokki Brunswijk. 46 miljard was het eind 2020. Maar wat laten ze voor ons achter? 105 miljard laten ze voor achter. Toen gingen ze huis aan huis en gingen ze aan de mensen vertellen: wel, weet u dat u een schuld heeft van die 46 miljard gedeeld door die 600.000? Wel, nu zeg ik
aan het volk. Weet u dat u een schuld heeft op u, achtergelaten door deze regering, Santokki Brunswijk, van 105 miljard gedeeld door 600.000. U mag het uitrekenen hoe groot de schuld is die deze mensen aan u of voor u hebben achtergelaten. 455 miljoen hebben ze straks geleend, voorzitter, alleen van IMF. 455 miljoen US dollar. Waarvan 200 miljoen ruim voor begrotingsondersteuning en 250 miljoen voor betalingsbalansondersteuning. En 200 miljoen voor begrotingsondersteuning. De Mayaba money. Een money dat verbrast. Het is consumptief verbruik. Geen rekenschap, geen verantwoording. Wel, wanneer ze bij ons komen en ons uitleggen, jouw regering heeft 250 leningen aangenomen, dan heeft mijn regering wel 250 projecten uitgevoerd, ja. Maar waar zijn jouw projecten? Mijn regering heeft ziekenhuizen gebouwd, scholen gebouwd, huizen gebouwd, straten geasfalteerd, bruggen gebouwd, in het binnenland gezorgd voor onderwijs. Mijn regering heeft dat alles gedaan. Ook al heeft mijn regering geleend. Waar zijn de prestaties van jouw regering? Waar zijn de prestaties van de regering Santokki Brunswijk? Waar? Ik heb weinig tijd. Kunnen we naar de volgende slide? De man ben gewoon aanvallig. Dat de man tak naar aanvallig. Alibi kondiri. U weet hoe ik binaar. Allerlei leugens hebben ze aan het volk verteld. Wel, cijfers liegen niet. Cijfers liegen niet. Vergelijk uzelf de inflatie in de periode van regering Boutersche Adin met de inflatie in de periode van de regering Santokki Brunswijk. En dan gaat u de verandering merken. Dan gaat u weten waar er beleid werd gemaakt, waar u als burger, als mens centraal stond en waar u vandaag de dag staat. En niemand moet me komen uitleggen dat die 60% van 2020 komt vanwege de regering Boutersche. Niet de regering Boutersche heeft de government die verhoogd. Niet de regering Boutersche heeft de koers gedevalueerd met bijna 100%. Het is deze regering geweest die dat gedaan heeft. En deze regering moet dan die verantwoordelijkheid van de brandstof, hoe zeg je dat? Ik ben het even vergeten. Maar de verhoging van de brandstofprijs en de verhoging van de koers meenemen. Zij zijn verantwoordelijk daarvoor. Zij moeten die verantwoordelijkheid op zich dragen. Maar de government niet. Niet wij. Maar toch! Zeg die meneer dat er licht in de tunnel zit. Toch zegt de meneer dat het goed gaat. Totdat IDB en WB een onderzoek publiceerden. En dat onderzoek heeft weer gelogen straf hoe deze mensen liegen. En wat zegt IDB? IDB en WB zegt 41,3% van het volk leeft in 2022 of leidt in 2022 aan multidimensionale armoede. En wie zegt dat een woord hoe dat nou een moeilijk woord? Multidimensionaal. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je ernstig arm bent. Je bent ernstig arm. Je bent niet alleen arm op één vlak, maar je bent arm op meerdere vlakken. Je hebt of geen toegang tot onderwijs en geen toegang tot goede basisvoorzieningen en geen toegang tot goede gezondheidszorg en geen toegang, geen andere zaken. Dat is wat het onderzoek zegt. En kijk wat het onderzoek zegt van UNICEF over de multidimensional child poverty in Suriname. 36,2%. Voor 36,2% van de kinderen is dit een dagelijkse realiteit. Weet u wat dat betekent? Als u 10 kinderen daar ziet spelen, zijn 4 van ze ernstig arm.
Vier van ze hebben geen gezondheidszorg, hebben geen toegang tot onderwijs. Vier van ze hebben geen toekomst. Dat zegt het. En voor de districten Sipaluini en Brokopondo, en ik vraag aandacht hiervoor, voorzitter, loopt de percentage op tot 79%. Wanneer u 10 kinderen daar ziet spelen, zijn 8 in ernstige armoede. En van 8 zijn de toekomstperspectieven weggenomen door deze regering. En 8 gaan zich niet goed kunnen ontwikkelen als de situatie onveranderd blijft. Voorzitter, dit is de situatie waarmee wij straks gaan dealen wanneer wij overnemen. En dit is de situatie waarin wij de verandering moeten brengen. Dis na asani sa kenki en ja umchara kenki kom. Maar dat is niet alles, voorzitter. U gaat schrikken van de andere feiten. En dit ga ik kort houden. Wist u dat Suriname behoort tot de top 10 landen met de meeste verkrachtingen? Ja. Ja. Vrouwen zijn een kwetsbare groep. En wanneer armoede toeneemt, neemt de kwetsbaarheid van de vrouw toe. Wij zijn in de top 10 landen met de meeste verkrachtingen. Wij behoren tot de top 5 landen met de meeste suïcidegevallen. Weet u wat de huidige situatie doet met gezinnen? Heeft u... Top 5 landen, ja. Zelfmoord. Weet u wat de huidige situatie doet met jongeren? Weet u hoe mannen zich voelen wanneer ze hard willen werken en toch nog niet in staat zijn om voedsel op tafel te zetten voor hun vrouw en hun kinderen? Weet u wat het betekent voor de moeder en de vader en vooral voor de alleenstaande moeders wanneer ze schoolspullen moeten kopen voor hun kinderen maar niet in staat zijn om dat te doen? Weet u wat het betekent voor de kinderen wanneer ze anders in eten en drinken en uitgaan maar zij dat zelf niet kunnen? Dat is wat de samenleving nu ervaart. Maar dat is niet erg, alles. Suriname is ook sterk achteruit gegaan op de World Press Freedom Index. Wel, ik ben blij dat mensen nu realiseren hoe vrij ze waren in het uiten van hun mening tijdens de regering Boutersen. Hoe vrij de persvrijheid was, groot de persvrijheid was. Hoe tolerant we waren en wie de ware democraten zijn. Ik ben blij dat ze nu dat inzien. En dat ze nu ervaren. Maar nu, je takwantje is aan niet. Je maakt gebruik van een woord toe tjijua. En je wordt opgesloten. Suriname staat nu op het punt om geblackwallist te worden voor de illegale visserij door de EU. En de minister doet alsof er niets gebeurt. Suriname staat internationaal berucht voor mensenhandel en mensensmokkel. Nederland maakt er gewag van. Haiti maakt er gewag van. Frankrijk, Frans-Guyana klaagt erover. Guyana klaagt erover. En er is deze regering doet alsof er niets gebeurt. Wat is gebeurd met het rapport van Chimlepshi? Sorry, van die man. Waarom is het niet gestuurd naar OM voor verder onderzoek? Ja. Suriname staat tot in Sri Lanka berucht voor illegaal dierensmokkel. Wist u dat ook? Isafadeleer Aras naar de gouden leeuwen apjes weer verdwijnt voor een camera hier op Sanderij. De Braziliaanse autoriteit stuurde een vliegtuig om ze op te halen, voorzitter. En van een beveiligde kamer zijn ze zoei verdwenen. En ze waren helemaal in Afrika beland. Voorzitter, Suriname staat internationaal berucht voor schandalen als HPSG, het opzetten van een ambassade in Jeruzalem, het tegen de wet, de nationale wetgeving, beloven van 150 visvergunningen aan buurland Guyana. Ze allemaal dat die imago van zaken die de imago van het land niet goed doen. Aantal drop-outs is het afgelopen jaar verdubbeld, voorzitter. Dat zijn de problemen, dat is de realiteit. Dat is het resultaat van het IMF-programma. En wanneer we vandaag de dag met de messias van het IMF-programma praten, dan willen ze over deze zaken niet praten, want dan geven ze aan dat IMF niet verantwoordelijk is voor het beleid. Wel, met de eisen van de IMF en deze regering zijn wel verantwoordelijk hiervoor. Voorzitter, Suriname, het land waar met de hoogste opbrengsten uit goud en olie sector
de afgelopen 4 jaren het onderwijs en gezondheidszorg gecrashed is. Simpelweg gecrashed is. En ik sprak net, en dan ga ik afronden, voorzitter. Want dit geeft aan hoe groot de schade van corruptie en nepotisme kan zijn. Ik sprak net met een kameraad en ze zei aan me, dat iemand zei dat wanneer je steelt, moet je goed stelen. Want ze moeten wel kunnen zeggen dat je wat gedaan hebt. Wel, als ze iets gedaan hebben, dan is het wel stelen, verspillen, verkwesten, afjatten van financiën van het volk. 340 miljoen op basis van een mondelinge afspraak betaald aan Panem. 371 miljoen die betaald was voor het Sabaku-project, die bestemd was voor om 1000 gezinnen met een huis te helpen. Verdeel onder familie en vrienden en DNA-leden van de coalitie. 1,2 miljoen, oftewel 36 miljoen, verbrast aan Hotel Babylon. Ze mogen wel een duikje daar gaan nemen in het zwembad. Om even bij te komen op te weten wat ze met het volk hebben gedaan. Tientallen miljoenen aan de bouw van de nieuwe zaal in DNA, van DNA verspild, voorzitter. En geriskeerd, de risico gedragen dat we geschrapt zouden worden van de werelderf. Goed lezen met alle negatieve gevolgen van dien. Hoofdbureau! 12 miljoen was erin geïnvesteerd. En men zei nog, de deskundige ter zake van één. Dan met een paar kleine reparaties hier en daar. Zou je voor het ministerie van ATM kunnen gebruiken, van arbeid kunnen gebruiken. Maar no. Dat geld moest gemaakt worden, voorzitter. 9 uitbesteed voor 9 miljoen euro. En die aanbesteed voor 9 miljoen euro. En zelfs de aanbesteding is dubieus. Dit is de situatie, voorzitter. En dit is de situatie, dames en heren, waarmee wij vandaag de dag zitten. Daarom, voorzitter Itaki, abra goed bestuur, transparant bestuur, eerlijk bestuur en het niet bang zijn voor het afleggen van de verantwoording van elk cent dat besteed wordt van dit volk. Dan moeten wij dat ondersteunen. Dan hebben in elk geval deze mensen niet het recht om de intenties van de Nationale Democratische Partij te betwijfelen. In elk geval deze mensen niet. En daar hebben wij een taak nu op ons. Wel, travas dode. Travas dode. Na 8 maanden, Chan Moes. Chan Nanga Prensi. Ja, gang. Dank u wel. Dank u wel allemaal. Dank u wel. Dank u wel, Amsat Abdul.